Goedemorgen, dinsdagochtend en ik ben de dag weer begonnen met coachen en een vlog editen. De vlog van zaterdag heb ik nu geëdit, dus dat is top. Ik ben zo goed als bij. Dinsdag gisteren werkdagje gehad, Mila had zwemles en rolschaatsen. En super fijn, Mila mag afzwemmen voor de B. Dus die gaat voor de zomervakantie de B halen. Betekent ook dat wij dus geen twee kinderen tegelijk op zwemles gaan hebben. Want Lauren is nog steeds niet opgeroepen. Dat duurt hier nogal lang. Je mag inschrijven met 4,5. En Mila was ruim 5 toen ze startte. Die is volgens mij deze periode gestart. Een paar lessen voor de zomervakantie. Nu is Lauren iets eerder geboren. Een paar dagen, zeg maar, in het jaar. Maar ze zijn het zwembad helemaal aan het verbouwen. Dus ik verwacht dat ze pas na de zomer aan de beurt is. Maar dit is dus maandag nog 1 zwemles en dan mag ze afzwemmen. En dan is zwemles klaar, dan hoeft ze alleen nog maar naar rolschaatsen, wat super fijn is, want dat geeft net iets meer rust. Verder gaan de meiden vandaag naar school. Mila gaat zwemmen. Sporten na school. En ik heb voor vanmiddag echt een superleuk Too Good To Go pakket gehaald. De reviews waren echt top. Moet er alleen voor naar Zeist. Maar ja, dat moet je er dan maar voor over hebben. Dus ik ben helemaal benieuwd. Dat is het plan. Ik ga nu lekker sterren uit bed halen. Het is 7:30 en ik gok dat de andere twee dan ook wakker worden. Op naar school. Zo, de meiden zijn op school. Ik loop weer naar huis. Lauren had inloop, dus... Dat zat net iets later en ik heb net bedacht dat ik zo met Sterre richting de dierentuin ga. Die wil onwijs graag iets doen. En ik dacht, het is op zich gewoon zonnig. Het is koud. Ik trek zo lekker mijn winterjas aan, denk ik. Maar wel lekker zonnig, dus het is lekker weer om lekker buiten te spelen. Er zijn zulke leuke speeltuinen. Dus dat gaan we even doen. En als we het lang genoeg volhouden, haal ik daarna dat Too Good To Go pakket op in Zeist. Want daar rijden we langs ongeveer als we naar huis gaan. We zijn er. Waar gaan we naartoe? Mama, wat is dat voor de lamp? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik weet het niet. Weet jij het? Oh ja, een auto. Oh, een auto. Hey, zullen we de auto uitgaan? Nee, nog niet. Nog even niet? Waar zijn we? Nee. Bij de? Zinnetuin. Niet waar? Ja. Heb je er zin in, schatje? Zal ik er vast uitgaan? Ja. En Sterre dan? Oh. Niet. Gezellig. Mama, jij is er gaan. Ik ga er eerst uit. Maar mag ik bij de zinnetuin eten? Ja. Ga je mee naar binnen dan? Ja. Mama, mag ik hem ook eten of niet? Ja? Kom maar, deze kant op. Mama, we gaan regenen. Nee, dat komt uit de bomen. Het heeft gisteren de hele dag geregend. En nu druppelt het nog. Hoor je allemaal vogels? Ja, van je binnen. Binnen? Kunnen we naar de vogels kijken? Dat is leuk, hè? Zo doen ze, ja. En tweet, 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 tweet. Deze bedoelde je, hè? Nu naar de apen? Ja. Oké. Okay. We gaan nu niet naar de vogels. Nee, hebben we de vogels nu al gezien?
Gaan we verder lopen samen? Dan de mama zo even een kopje koffie uit. Vind ik wel lekker. Goed? Ik doe net een appelsap. En jij zo meteen sap. Ja, maar je hebt net je drinkbeker laten vallen. De hele auto is nat, dus we moeten er zo wat water bij doen. Want ik dacht, één beker sap is wel genoeg voor je. Oké, doe jij met je voeten? 1, 2, gaan we. Oeh, handig. Speeltuin, maar alles is hartstikke nat natuurlijk. Mama heeft er niet over nagedacht. Even kijken hoor. Hoppatee. Heel warm binnen, let maar op. Oh, maar ik zie al wel olifanten. En buiten ging ze schoonmaken. Mogen ze zo weer lekker naar buiten. Zo, ga je klimmen? Nee. Niet via de trap hieroverheen? Nee. Leuk hè. Even wachten. Oh, daar gaat hij. Mooi hè? Ja. Zullen we hierheen? Mag ik binnen kijken of daar een elefantje of een schommel? Nee, er is geen schommel, schat. Het is dus wel een glijbaantje, hè? Maar mag ik? Kan je ze zo merrie maken? Maar mag ik eruit? Ja? Oh, hier weg? Vond je het eng? Ja. Oh, sorry. Sorry, Knorrie. Hier zijn we nog nooit geweest. Toch? Kijk maar. Dit is gezellig. Dan mag ik hem nog één. Zo meteen wel. Ja, eens binnenkijken hier. Is groot hè? Ja, dat mag. Binnen vond ze niks. Ik denk dat Mila en Lauren dit leuk vinden. Kijk. Wil je bellen? Ja. Met wie is... Ga je Lisa helpen? Nee. Nee? Zo, doei Lisa. Sorry, we gaan je niet helpen.
je je koekje opeet, kunnen we zo meteen naar het vogelverblijf. Ja. Ja. Nog een vogelverblijf. Daar is mama niet geweest. Daar ben je de vorige keer met papa geweest toen die weer open was, hè? Want die was heel lang dicht. Een kikker. Wil jij mij pakken? Ja, dat wil jij zeker pakken. Pakken. Leuk. Op het randje? Kijk, daar loopt er een. Op het randje daar. Zie je dat? Daar loopt een ratje. Zie je dat? Zie ze? Naar beneden. Springen. Maar dan moet ik het ook zien. Ja, dat snap ik. Oh, loopt er nog een op de grond? Zo. De mooie hetzelfde en hetzelfde. Hetzelfde en hetzelfde, hè? Klaar? Ja. Hoppla. Kijken of er nog een ratje ligt te slapen. Maar volgens mij niet. Nee? Oh, daar kun je het nog beter zien, of niet? En zie je nog wat, of ook niet? Nee? Oeps. Nog even kijken. Oh, nog even kijken. Wat ligt daar nou naar jou te kijken? Wat is dat? Hij ziet je wel zeker hoor. Zie je dat, ster? Goed, schat. Dat is spannend. Heb je de leeuw al gezien binnen? Is nep, hè, daar. Dat is niet echt. Maar hoef je niet heen. Mama, daar is het. Mama, daar is het. Mama, daar is het. Papa. Ja. Wil je ook erheen? Wil je daar ook kijken? Ik hoorde de trein ook bellen. Nog een keer kijken. Ik hoor ook allemaal vogeltjes die daar lekker aan het schuilen zijn. Oh, en een korstraaljager. Dat was een straaljager, schatje. Die hadden we net ook al gehoord. Ze zitten heel dicht daarbij. Oh, kijk, de leeuw hoort hem ook. Die denkt, wat is dat nou voor geluid? Zie je hem staan, ster? Zeg je dat? Die dacht ook. Elk zitten er twee zelfs. Maar hij moet zo. Doet hij dat? Ja, zo, kijk. Ja,
één vis. Nog een vis? Nog één. Nog één? Maar ik zie ook een krokodil, hoor. Zie je dat? Oeh, dat was je hoofd. Ja, dat vind ik goed. Loop maar verder. Nee. Gaan we? Doe je mee? Oepla. Kijk, kunnen wij. En nog één. Doe maar. Ja. Kijk hoor. Oeh, zijn grote roofvogels daar. Mama, jij wil... Zie je dat? Mama, jij wil maar gaan. Beetje spannend hier. Hé, maar wat zie ik daar nou? Giraffen. Impala's. Zie je dat? Ja. Nee, je mag er niet onderdoor, schatje. Dat hek is daar speciaal voor gemaakt. Met je voeten open duwen. Vind je dat leuk? 1, 2. Gaan we. Prrr. Dat is 1. En nummertje. 2. Nou, gaan we naar de aapjes. Naar het apeneiland. Maar ik denk dat we beter de buggy even neer kunnen zetten. Nee, toch niet. Hoppatee, daar gaan we. Naar het apeneiland. Jeetje, die is hoog. Wil je lopen? Ik kan het helemaal vallen. Ga maar, loop maar. Alleen niet met je handen aanraken. Blijf staan, niet aanraken, Ster. Goed zo, ja. Oh, zie je? Het is niet handig met de buggy. Zet de buggy even hier. Goed zo. Goed zo. Ja, loop maar. Ja. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Even kijken. Maar misschien zijn ze allemaal binnen aan de overkant. Zou zo maar kunnen. Want ik zie ze niet, jij wel? Nee, zo. Zo. Nee, hè? Dit zijn wel aapjes, hè? Sorry. Zag je ook de aapjes? Kijk allemaal.
pannetjes en zeven. Ben jij zo'n enge dino? Oh nee! Hij bijt in je vinger! Nee, kijk in de vinger, dan kan hij zo doen. Toch een hoop. Is goed dus, schat. Die heeft grote benen. Maar dat zit niet zo lekker. Nee, zit niet zo lekker, dat snap ik. Mama, wat mag ik eten? Mooi groen is het. Ja? Oh nee, en nu ben je? Nee. Nat. Mama. Natte billen. Nou, het is echt zo lekker weer. Het is ondertussen 12 uur. Wij lopen nog steeds door het dinobos al een hele tijd. De dino's springen zo aan. Wat een herrie! Vind jij dat leuk? Stella vindt het helemaal geweldig. En we lopen nu naar de schildpadden. De reuzenschildpadden. Dit had niet gekund als we een bandje mee hadden gekregen. Oh. En nu wil het doen. Alles beslaat. De hele bril. Maar naar het donker. Geen koekje meer in je huis? Nee! Oh, hey, kom maar, moet ik je tillen? Nee! Ja, dit vind je mooi hier binnen. Zal ik je tillen? Weet je het even niet meer? Kom kijken. Zo, kijk. Oh, ruikt lekker hier. Ruik je dat? Zo, kijk. Je bent aanbeland in de nacht. Het begint al steeds donkerder te worden. Kijk eens. Dat betekent dat er nachtdieren tevoorschijn komen. Laat je ogen even wennen aan het donker. En luister goed naar het geritsel en het gevoel van de dieren om je heen. Op het knapje. Goed. Nog een keer. Dat is mooi. Dat is mooi.
Een snapgeluid. Oh, nog een keer. In de boom staan. Zie je het? Sterren. Kijk eens. Mama, dat is een ballon. Ja, dat is één. Gaat het eten? Wat heb je hier dan? Dat vindt hij lekker. En hier zitten er twee, denk ik. Ik denk dat hij een baby heeft. Ze ligt heel lekker te slapen. Kijk. Ik ga zo helpen. Kijk eens. Samen op pad. Zo, ik denk dat je heel erg moet duwen. Kom maar duwen. Beentje. Ja. Zo, die kant op. Op het knopje weer. Zie je het knopje? Ga erbij? Nee, hè? Zo, wacht. Kijk uit voor je vingers. Wil je nog een keer terug? Ja. Mag dat, mama? Ja, dat mag. Kom maar. Oké. Gaan we nog een rondje lopen? Ja, dat vind ik leuk. Vind je het leuk? Vond je het even spannend in het begin, hè? Nee, wel ook. Oh, leuk. Sorry. Dan mag ik nog een keer. Ja, gaan we nog een keer. Niet. Daar mag je wel staan. Ja, dat is de villa van mijn schoen op. Ja, daar mogen je schoenen op. Nee, die is dicht, schat. Zie je dat? Die is dicht. Zie je het? Daar is het. En waar is het? Daar is er één, en daar is er één, en daar zitten er twee. En hier? Nog één. Ja. Nog één. Wow. Zie je dat? Mama, één. Hij loopt? Mama, ik weet ook. Hij beweegt, ja. Ja, kijkt hij wel een beetje? Waarschijnlijk denk je schimmel. Doet hij dat? Ik zo. Lief, hè? Een beetje aan het knipperen. Jij ook. Hier is niks.
Niks. Daar slaapt de neushoorn. Mama, ik even. Die is buiten. Die is buiten aan het spelen. Eigenlijk is hij buiten aan het spelen. De pinguïns ook, hè? Niet kroppen, schatje. Hij was droog. Yay! Twee. En wij gaan lekker naar de auto, Esther. Nog een keer naar papa. Ja, met papa ga je nog een keer. Het is vanaf hier nog zo'n 25 minuten rijden naar de plek waar ik het Too Good To Go box heb opgehaald. Maar ja, die kan ik dus pas over ruim een uur ophalen. Nu heb ik wel bedacht dat ik denk dat Sterre zo in slaap valt. Ik moet er even zoeken naar een parkeerplek, want het is aan de rand van de binnenstad van Zeist. Dus ik wilde daar sowieso wel op tijd zijn. Dus ik ga gewoon rustig die kant op rijden met Sterre. En dan kijken we wel. Komt wel goed. En anders vermaak ik me daar ook wel eventjes met haar. En dan zijn we daar precies om 3:00. En ik moet voor 4:00 nog een box ophalen. Een box die ik al heel lang wilde en die ik nu maar een keer besteld heb. Maar dat is weer in Nieuwegein. Dus we gaan het zien. Als het goed is gaat dat gewoon lukken. Maar het wordt wel een beetje doorgaan. Zo, ze is wakker. En we zijn er. Half uurtje wachten nog. Wat gaan we doen? Een meisje halen. Nou, ga zitten. Papa, ik ga ijs. Maar ik dacht dat jij honger had. Maar met honger bedoel jij ijs? Nee, ja, maar dat ik wel op. Ijs met spikkels erop. Mama. Helpt dat tegen honger? Ja, maar de bollo. Met wat? Met de bollo. Bollo. Ach, schat. Ja, maar die hebben ze hier niet, zo'n bollo dingetje. Dan moet je naar bollo. Het ruikt hier heel lekker. Een stroopwafel. Oh, nou. Dat is grappig. Dat is waar we de taarten gaan halen zo. Daar ruikt het zo lekker. Nee, mama, ik word de ijs. Ja, hier tegenover. Lekker? Hebben die bij de winkel gekocht? Bij de snackbar. Zo. Even je snoet en je handen. Goed zo. Goed zo. Kijk hè. Yes, ik heb het. Lekker. Kom maar, gaan we er nog één ophalen? Voor Mila vooral. Kom, gaan we naar de auto? Mama, uit voor mij. Ja, dat is goed. 4:15. Wij zijn weer thuis. Ik heb dus 2 Too Good To Go boxen besteld. Eentje bij de bijzondere taartenfabriek in Zeist. Die box was €11,99 uit mijn hoofd. En wat erin zat is een hele grote carrot cake. En
Nee, 10,50 was deze box trouwens. Mag deze drie? Mama? Ja, je hebt het al gezien, hè? Nee, maar één. Je mag zo nog iets kijken. En de andere had ik bij de Sushi Time. Een large. Hier betaalde ik 12 euro voor. Oh. Oh, dit is wel echt lekker. Kijk nou. Allemaal verschillende sushis. Waarde van 38 euro. Nu is sushi ook gewoon prijzig. Super lekker. Mila heeft geen idee. Die ga ik wel even uit de koelkast laten. Want anders is die zo mega koud. Dus die zet ik lekker weg. Helemaal leuk. Dierentuin was ook echt onwijs leuk. Het heel erg leuk gehad. Hartstikke lekker weer. Dus dat is fijn. Marco is elk moment thuis met de meiden. Die heeft de meiden opgehaald en Mila is gaan sporten. En Marco is gewoon 5 kwartier op het schoolplein geweest met Lauren. Dus iedereen is lekker moe zo, denk ik. En hij heeft een hele frisse neus. Marco kwam thuis. Ik heb het eten opgezet en ben meteen met de hond de deur uit gegaan. Want die moest nog even uit. En dan gaan we lekker op tijd eten zo meteen. Wij hebben heerlijk gegeten. Een stukje taart als toetje was echt mega lekker. Kinderen hebben de cupcakes op of de mini taartjes. Die waren ook super lekker. Nog 2 keer met de hond gelopen. 1 keer heb je gezien. En net nog een keer. En nu is het tijd om de vlog weer lekker af te sluiten. Super bedankt voor het kijken en hopelijk tot morgen. Doei doei.